Het socialisme is een van de politiek-maatschappelijke stromingen die in de tweede helft van de 19e eeuw op komt zetten. En in deze video gaan we eens kijken naar waar het socialisme vandaan komt en naar wat voor soort gedachten socialisten hebben. Eerst de vraag waar komt het socialisme vandaan en dan moeten we terug naar de industriële revolutie. Daarin ontstaat een arbeidersklasse en het is juist die arbeidersklasse waar de socialisten voor op gaan komen. En de grondlegger van het socialisme, dat is deze man, Karl Marx. Hij leefde in de tijd van de industriële revolutie en hij zag dus dit soort taferelen. Grauwe arbeidersmassa's, slechte woonomstandigheden, slechte werkomstandigheden voor die arbeiders, kinderarbeid ook bijvoorbeeld. En hij zag dus dat die arbeidersklasse het slecht had. Tegelijkertijd zag hij ook dat de gegoede burgerij, de fabrieksbazen, dat die het behoorlijk goed hadden. En zo kwam Karl Marx met het idee van de zogenaamde klassenstrijd. De beide klassen die hadden tegengestelde belangen. Dat zal ik even illustreren. Hier hebben we een fabriek, die is in handen van een fabrieksbaas en die behoort tot de gegoede burgerij. In die fabriek zijn arbeiders, die werken voor die baas. Dat zijn mensen uit de arbeidersklasse. Nou, er wordt gewerkt, er wordt winst gemaakt in die fabriek en de arbeiders die krijgen hun loon uitbetaald. Maar het is zo'n fabrieksbaas, iemand uit de gegoede burgerij dus, erom te doen om de lonen zo laag mogelijk te houden, want dan houdt hij zelf zoveel mogelijk geld over. Dus er wordt winst gemaakt. Nou, daarmee kan hij zijn bedrijf uitbreiden, er wordt nog meer winst gemaakt, maar dat gaat niet naar die arbeiders, zag Karl Marx. Dat ging weer naar die fabriekseigenaar, zodat hij zijn bedrijf nog verder uit kan breiden en nog meer winst kan maken, terwijl de arbeiders het nauwelijks beter kregen. En Karl Marx zei dat die situatie onhoudbaar zou zijn. Hij schreef het Communistisch Manifest, samen met een vriend van hem, en dat is eigenlijk de basis van het socialisme. Nou, waar staat het socialisme dan precies voor? Het socialisme heeft als doel op te komen voor de arbeidersklasse. Ze willen gelijkheid en gelijkwaardigheid. De arbeiders moeten gelijke kansen krijgen, ze moeten gelijk behandeld worden. En Karl Marx was zelf behoorlijk radicaal in zijn opvattingen. Hij kwam met het idee van wat er later het communisme werd genoemd. Een andere socialistische stroming die later op komt zetten is de stroming van de sociaaldemocratie. Beide zal ik even kort toelichten. Karl Marx ging ervan uit in het communisme dat die klassenstrijd uiteindelijk ook echt op een daadwerkelijke strijd uit zou lopen. De arbeiders zouden het zo slecht krijgen dat ze in opstand zouden komen om de macht over te nemen in het land, via een gewelddadige revolutie. Nou, en dit is een heel korte omschrijving van die theorie van Karl Marx. Daar valt veel meer over te zeggen, daarom heb ik dat even in een aparte video gedaan. Die vind je in de video Communisme in Theorie en Praktijk. Dan komen die ideeën van Karl Marx verder aan bod. En dan zie je ook gelijk hoe dat in de praktijk heeft uitgepakt, waarom het communisme nu toch vaak een slechte naam heeft. Maar goed, dit even dus als basis van het communisme, nu naar die sociaaldemocratie. Want uiteindelijk bleef die communistische klassenstrijd, die opstand, die revolutie van die arbeiders, die bleef uit. Bovendien kregen arbeiders het langzamerhand beter in de tweede helft van de 19e eeuw. De lonen gingen iets omhoog, de omstandigheden verbeterden al iets. Dat zorgde ervoor dat een aantal mensen dachten dat die revolutie helemaal niet nodig zou zijn. Zij wilden gelijkheid en gelijkwaardigheid voor de arbeiders krijgen door middel van gebruik te maken van de democratie. Oftewel, het kiesrecht zou uitgebreid moeten worden, zodat arbeiders ook zouden mogen stemmen en in de politiek op zouden kunnen komen voor hun belangen, zodat er sociale wetten zouden komen, waarmee de woon- en werkomstandigheden van de arbeiders verbeterd konden worden. Ze willen dus hetzelfde, de twee stromingen, ze willen het alleen op een heel andere manier voor elkaar krijgen. Het communisme is door die opstand, door die gewelddadige revolutie, behoorlijk radicaal. En ze willen het op een hele snelle manier verkrijgen, die gelijkheid en die gelijkwaardigheid voor die arbeiders. Terwijl de sociaaldemocratie veel gematigder is en via een stapsgewijze weg langzamerhand verbetering wil voor het lot van die arbeidersklasse. Nou, het socialisme is een van de bepalende stromingen in de 19e, 20e en de 21e eeuw.